Xenonverlichting bestaat inmiddels alweer geruime tijd. Vroeger was het een dure optie op de luxere auto's. Maar tegenwoordig zijn er ook Xenon-sets te koop die je gewoon zelf kunt inbouwen. Maar betekent dat nou ook dat je zomaar iedere willekeurige halogeenpit kunt vervangen door zo'n Xenon-lampje? Nee, niet zomaar. Je hebt je wel aan een aantal regels te houden. Als je auto na 1 januari 2007 op de weg is gekomen, dan moet die auto voorzien zijn, als je hem uitrust met een Xenon-lamp, van een automatische niveauregeling. Wat ervoor zorgt dat als je over een bijvoorbeeld verkeersdrempel rijdt, de koplamp op tijd teruggaat, zodat je niet de ander verblindt. En verder moet de koplamp voorzien zijn van een wiswasinstallatie. Die reinigt de koplamp van vuil, van stof. Want vuil en stof, dat zorgt voor verstrooiing van het licht, waardoor je sneller verblind bent met xenonverlichting dan wanneer een halogeen koplamp vuil wordt. En welke regels zijn er nog meer ten aanzien van xenonverlichting? Dat de unit waar de lamp wordt ingebouwd geschikt moet zijn voor xenonverlichting. Iedere koplampunit die heeft codes en voor xenonverlichting is dat de letter D. Bij halogeenverlichting bijvoorbeeld staat er een H in. Die codes zijn ervoor om te voorkomen dat je toch met verkeerde lampen in een verkeerde unit gaat rijden en daardoor de ander verblindt. Op het moment dat een koplampunit ontworpen is voor halogeenverlichting, dan is de spiegel en het glas is daarop afgestemd. Zodra je daar een andere lamp in gaat monteren, dan is de afstemming niet meer goed en is de kans erg groot dat je je tegenliggers, de andere verkeersdeelnemers, gaat verblinden. Maar kun je daar ook een bekeuring voor krijgen? Nee, het Openbaar Ministerie heeft besloten dat de politie vanaf 1 oktober 2009 niet meer bekeurt als een xenonlamp in de verkeerde koplampunit zit. De politie bekeurt alleen nog als er sprake is van verblindende verlichting, ongeacht de oorzaak en de leeftijd van de auto. En deze bekeuring kost €90. Als je een oudere auto hebt van voor 1 januari 2007, dan hoef je niet aan die regel te voldoen van die wiswasinstallatie en die automatische niveauregeling. Maar dat wil niet zeggen dat je dan het verkeer mag verblinden. Dus je blijft te maken hebben met die algemene regel dat je geen verblindende verlichting mag voeren. Mensen moeten gewoon zorgen, als ze zelf xenonverlichting inbouwen, dat ze gewoon het licht goed afstellen. Maar dat komt als mensen dus de koplampen niet juist afstellen of dus gewoon de xenonverlichting niet juist monteren. Dan wordt het verblendend. Een lampje is niet zomaar een lampje als thuis in het dak zit geschroefd. Die kan op één manier, that's it. Een autolamp heeft allemaal pasvoetjes. Dus dat wil zeggen, die moet zo erin en die moet ook daadwerkelijk zo in de koplamp worden geplaatst. Zit die lamp een klein beetje schuin, dan is je lichtbeeld sowieso niet goed. Maar wat ik aan wil raden, is dus voordat de mensen beginnen om de xenonverlichting te plaatsen, eerst even langs de garage gaan om te kijken of de originele koplampen goed afgesteld staan. Dan rij je mij eventjes voor een witte garagedeur. Zet de verlichting aan. Pak een stukje plakband. Dan plak je fijn op de garagedeur. En het licht zou onder de lijn moeten blijven zitten als de xenonverlichting is gemonteerd. Zodra de xenonverlichting dus boven de lijn schijnt, dan weet je zeker dus dat het verblindt. Nou, als u merkt dat het licht te hoog staat, dan pakt u gewoon een schroevendraaier of een inbesleutel. En in de koplamp van de auto zit een stelschroef. En daarmee kunt u het licht omhoog of omlaag draaien, totdat het op de juiste positie staat.